tienjarige, meer dan tienjarige voorbereiding. Meer dan 10 jaar geleden is het idee ontstaan en zijn de voorbereidingen in gang gezet om een nieuwe turnhal hier in Vassenveld te realiseren. Een man van het eerste uur en de initiatiefnemer en de ideeënmaker is eigenlijk Martin Nijkamp. Martin Nijkamp heeft ontzettend veel uren in dit project gestoken en nog steeds. En is nu ook de voorzitter van de stichting Turnhal Oude IJsselstreek. En in deze functie nog steeds belast, maar dan in de positieve zin van het woord hoop ik, met het turnhal project. Ik kan ook wel zeggen dat we zonder de heer Van Balveren waarschijnlijk vandaag hier niet hadden gestaan. De heer Van Balveren heeft ons de laatste 6-7 jaar, misschien al wel iets meer, ook echt heel erg ondersteund en ontzettend geholpen om dit toch maar van de grond te krijgen. Dus meneer Van Balveren, fantastisch. En ik hoop dat je trots bent dadelijk op het eindresultaat. Niet alleen de turnhal wordt er neergezet, er komt ook een uitbreiding voor de sporthal. De sporthal wordt met 1/3 aan inhoud uitgebreid en dat is eigenlijk noodzakelijk geacht om aan de vraag te kunnen blijven voldoen van vooral de sportverenigingen en ook de scholen. Bijkomend voordeel is dat nu alle binnensporten, of bijna alle binnensporten, mooi geclusterd en gecentraliseerd zijn, zeg maar, hier in dit complex. Voor de bouw hoop ik dat de weergoden ons in ieder geval zo goed als vandaag gezind zijn, met uitzondering van hun hagelbuitje zo net. Geen vorst meer als het even kan en ook niet zoveel regen, want ik voel het al een beetje drassig worden hier. Vooral hoop ik voor de bouw dat het een beetje een saaie bouwperiode wordt. Dus geen ongelukken, geen calamiteiten, geen persoonlijk letsel. Ik teken voor een gewone normale bouw, volgens schema, volgens planning. En als de bouw volgens planning verloopt, dan hoop ik dat we een opwinding kunnen realiseren zo rond de herfstvakantie. Liefst iets ervoor. Dat zou het mooiste zijn. Zoals gezegd, de eerste schep die gaat zo in de grond. Ik weet precies, weet ik niet waar. Maar ik heb wel gedacht van een man van zo'n groot kaliber als de heer Van Balveren. Daar moet ook iets tegenover staan van een bepaald kaliber. Dus ik zou zeggen van, dan moet je straks maar even in die machine gaan zitten. Ja. En dan moet je aan het slot gewoon van de firma Tros maar even vragen hoe het werkt. En dat ja, regelt het. Het is de bedoeling dat je daar 1 of 2 scheppen uit de grond haalt. En mocht je nou echt veel talent hebben, ja, pak dan de hele fundering even mee. Ja. Als we dan straks klaar zijn met het spelen, dan nodig ik iedereen uit om even meer naar binnen te gaan, naar de kantine, voor een kopje koffie, thee of iets anders met een gebakje erbij. Zo. Dankjewel, en dan geef ik nu het woord aan de heer Van Balveren. Je mag meteen ook een ceremoniële schep even gaan zo. Volgens mij ben je al met een grasmachine rond geweest, want er valt over de historie niks te zeggen, maar één ding weet ik wel. We hebben in de tijd, toen ik net wethouder mocht worden in 2005, toen zijn we begonnen en toen kwam er een voorstel om de huidige Wilhelminazaal nog een beetje op te pimpen. Dan moet je heel eerlijk zeggen dat we met z'n allen gezegd hebben van, is dit nou wat we moeten doen, een gebouwtje wat volgens mij al 80 of misschien voor de oude al wel 100 jaar bestaat, wordt een feestzaal later ingericht als gymzaal, ja, moeten we dat nou aandoen, weten dat de gebruikers, ik zou zeggen, ik zie de heer Helmer hier al staan, maar dat de gebruikers op een zodanig niveau is dat het met een nationale trots eigenlijk is. Nou, inmiddels bleek ook al dat jullie uitweken naar Doetinchem om de selecties op een heel hoog niveau te krijgen. En ja, is natuurlijk toch vervelend. Je wilde toch als gemeente ook graag goed faciliteren. En uiteindelijk hebben we gezegd, kunnen we nou niet zo gaan rekenen dat 1 en 1 3 wordt. En dat we proberen om dat op meer en meer toch te kunnen doen. We hadden een onderzoek gedaan waarin ook bleek dat de hoeveelheid sportruimte aan de binnenzijde van de sporthal ook aan de beperkte kant was. Volleybalvereniging bijvoorbeeld is daar een van de voorbeelden van die, ik zou zeggen, van alle kanten uit de jas groeit. Heel veel jeugd aantrekt. Nou, ook die wil je graag een goed onderkomen geven. Niet uitwerken naar een zaaltje in Silvolde of Westendorp, omdat het allemaal in Vassenveld niet kan. En laten we dan ook zoeken naar een integrale oplossing. Nou, ik denk dat we dat gevonden hebben. En ik moet je zeggen, we hebben zelfs, ik kan me nog herinneren, midden in de zomer in de keuken bij Martin gezeten om nog eens met een tekening te schuiven van hoe gaan we dat dan doen? Hoe blijven we binnen dat budget? En kunnen we dat dan realiseren? En uiteindelijk hebben we gezegd, nou weet je wat, we gaan als gemeente, wij doen de buitenkant, daar hoef je geen zorgen over te maken, wij gaan het allemaal regelen, in financiële zin om het zo maar even te noemen. Jullie zorgen voor de inrichting, nou dat hadden ze al lang gedaan, want inmiddels hadden we ook al een tijdelijke turnhal bij Jan ter Horst geregeld. Ook prima, geweldige sponsor voor de gymclub. En uiteindelijk ben ik een keer naar hem toegegaan en heb ik gezegd, Jan, je moet er nog even wat doen, want die mensen verdienen dat ze nog een extra turnhal hebben. Nou, inmiddels hadden jullie dus al een voorlopige turnhal. En toen zag ik het al komen natuurlijk, de tumblingbaan werd al ergens aangeschaft of opgekocht in Polderzaal, geloof ik, ergens in Joep. Nou, dus alles was er klaar voor. En dat hadden ze natuurlijk heel slim bekeken, want ze wisten wat hier ging gebeuren. Nou, procedureel moest er nogal wat gebeuren, moest er in een bestemmingsplannetje veranderd worden. Ja, en dan hoop je dat ook de buurt snapt dat dit een geweldige exposure is voor Vassenveld om het op deze manier te doen.
gelukkig is het allemaal goed gegaan. En gelukkig zijn we nu op het moment dat we eindelijk de eerste schop in de grond kunnen doen. En nogmaals, ja, het wordt een turnhal die dus gewoon straks helemaal beheerd wordt door de gymnastiekvereniging. Die zijn daar eigenlijk als het ware eigen baas als zodanig. Die kunnen ook zelf hun activiteiten regelen. Moeten dat ook doen. Zullen ook een aantal uren moeten verhuren weer aan derde verenigingen om in ieder geval de zaken rendabel te houden. Dat is natuurlijk wel de afspraak. En tegelijkertijd gaan wij dus de sporthal zelf met een derde deel uitbreiden. Dat is met name voor volleybal, die eigenlijk aan twee derde hal voldoende hebben. Als je daar nou vier derde van maakt, krijgen ze twee keer zoveel capaciteit. Nou, met die gedachte hebben we dit project zo opgezet. En we hopen natuurlijk alleen maar, en je hebt het terecht gezegd, Steven, als het weer allemaal mee zit, dan kan het een vrij snelle doorloop hebben. En dan kunnen we in no time ook zorgen dat die turnhal er staat. Procedures vooraf zijn altijd ellenlang. We hebben uren aan moeten kijken, uren moeten passen en meten. En nogmaals, ja, Steven heeft het morgen al genoemd. Martin en Steven die hebben destijds bijna voor de hele zomervakantieloop opgeofferd dat we elke week bij elkaar zaten. S'avonds om 7 uur rond de keukentafel om te kijken, maar wat kunnen we nou nog sneller doen? Wat kunnen we nog meer meten? Nou, kom dan met een nieuwe tekening en dan belde hij een dag later op. Nou, kom volgende week maar kijken, hij is al bijna klaar. Nou, zoveel vaart zat erin, gelukkig. Ik hoop dat die vaart die toen op de tekening was, dat die nu ook in de praktijk door kan. En dat we heel snel van alle problemen af zijn. En dan kan ook de oude Wilhelminazaal weg. Dan hebben we hier een geweldige nieuwe accommodatie. Moet je zeggen, jullie zijn natuurlijk wel op tijd. Want als we nu nog aan hadden moeten beginnen, nou, dan had ik wel eens willen afvragen wat er financieel technisch in de gemeenteraad was gebeurd. De patiënten zijn allemaal veiliggesteld, allemaal geregeld. Dus we hebben alles klaar om te kunnen gaan bouwen. En ik kan niets anders zeggen dan dat ik zowel Martin als voorzitter van de STOI moet ik zeggen, de Stichting Turnhal Oude IJzerstreek. En Stefan als vertegenwoordiger van de VGV, voorzitter als zodanig. Ik wens de beide heren daar heel veel succes mee. En ik hoop dat nou hun droom letterlijk en natuurlijk werkelijkheid gaat worden. En voor vast wel zou ik zeggen van, ja, als je sportdorp noemt, hè, er zijn heel veel mensen die in die andere belangenverenigingen die dat nog steeds op de kaart hebben, dan moet je inderdaad met zo'n project beginnen als wat we hier gaan starten. Dankjewel. Nou, Jan, dan moet je met de helm komen, hè. Meneer Van Boven, moet nog echt aan het werk. Ja. En we hebben natuurlijk ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij moet dan wel, Jan. Dat maken we. Heel helder. Een esje, toch? Strong. Strong, heavy and duty. Ja, dat is ook echt. Kunnen we maandag zo beginnen? Ja, hier zo.
Voordat je niet meer hoeft na te denken hoe het zit. Ja, precies.